De start die is dezelfde als bij motocross. En de baan die zit vol onmogelijke hobbels en bochten. IJshockeyer Remo Speijers zag het een keer op internet en dacht, dit wil ik ook. De snelheid, de kick, gewoon de baan. Ja, een van de mooiste sporten die er eigenlijk is. Dit weekend doet hij mee aan het WK in Canada. Deze sport gebeurt niet in een overdekte ijshal of ver weg in de bergen, maar midden in de stad. Het principe is heel simpel. Wie het eerst beneden is, heeft gewonnen. En bijna alles lijkt te mogen. Misschien lijkt dat zo, maar je mag elkaar wel duwen en zo. Maar je mag elkaar niet zo hard als je kan, zeg maar, de boarding in drukken. Zodat er echt hele erge dingen kunnen gebeuren. Maar je moet wel stevig in je schoenen staan. En hoe gevaarlijk het is, bleek vanmiddag tijdens een training. De andere Nederlandse deelnemer raakte geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of hij aan het WK kan meedoen.